we gaan weer eens beginnen. Dit keer een leuke drankenvergelijkingstest. PepsiCo bijvoorbeeld is een behoorlijk groot bedrijf dat bekend staat om zijn dranken. Maar ook, want ze zijn ietsje groter dan dat, chips maken ze ook. En die chips hebben ze dan tegenwoordig in de aanbieding met verschillende smaken. Ze schreeuwen het bijna van de daken dat ze weer een nieuw soort chipje hebben uitgevonden of een nieuw smaakje hebben bedacht. Eigenlijk doen wij consumenten dat, of ze laten dat doen. En vreemd genoeg doen ze dat niet met hun eigen dranken. Het is er een beetje tussenin geslopen. Inmiddels behoorlijk populair is de 7-Up Mojito. U kent het wel. Dat is deze. Mocht u het nog niet kennen. Ik wilde hem eigenlijk testen. Maar zo tussen neus en lippen door heb ik hem al geproefd. En het is maar net op tijd dat er een ander bedrijf, ook een wereldbedrijf, wat minder bekend en wat minder bekend in zijn voedsel en waren. Maar toch zitten ze er wel in. Ik kan zo 1, 2, 3 niet een voorbeeld noemen, maar het is wel zo. Is Coca-Cola. En Coca-Cola heeft een nieuwe smaak, niet de cola, maar wel de Sprite. Sprite munt dit keer. Toeval? Nee, dat niet. Sprite was er in feite al met een dubbele smaak. Het is lemon en lime. En dat is bij 7-Up ja, ook wel een beetje, maar toch ook weer anders. Zie mijn review of test met 7-Up en Sprite, de normale. Toen nog met suiker, nu zonder suiker. Dat zeggen ze hier ook bij 7-Up. No sugar. Dat hebben ze eventjes, net als deze smaak, er stiekem even tussendoor gedaan. En tot tegendeel van de Sprite hebben ze wel bijna van de daken geschreeuwd van we doen het nu zonder suiker. Of deze zonder suiker is, dat moet nog maar zien. Ja, hoewel ik niet zo heel veel centen heb, heb ik een mazzeltje, of hebben wij een mazzeltje. Toevallig heb ik deze gekocht bij de Plus. Daar kostte die ook 80 cent, een hele fles. En ik geloof bij andere supermarkten ook. En waarom? Ik heb geen idee. Het lijkt er alsof het niet wordt verkocht, maar anders ook weer niet. Want ik zie het gewoon in de schappen staan. Misschien is dit dan wel met een suikertje. Ik kan het helaas niet laten zien, denk ik. Want er zit nog net een sticker overheen. Oh, hier staat het wel. Een frisdrank met natuurlijke citroen en limoen en muntaroma's. Met suiker en zoetstof. Oké, dit is deze is nog met suiker en zoetstof. En de normale Sprite is dan zonder suiker. Nou, dus nu weten we het ook. Wist ik ook niet, maar nu weten we het allemaal. Welke ik dan ga testen eerst als proeven. Dus laat ik de 7-Up Mojito maar doen. Die kwam er ook als eerste mee. Natuurlijk is het zonder alcohol. Oh ja, is het zonder alcohol? Ja, het staat er ook op. Maar dat wisten we natuurlijk allemaal. Want 7-Up staat nog eenmaal niet bekend om een alcoholisch drankje te zijn. Kijk, hier staat het. Een beetje lastig te lezen. En vrij van calorieën. Nou, ik heb de normale geproefd. Dit is dan zonder suiker. Met suiker heb ik dan wel kunnen proeven. Tussen haakjes dan. Dat was ik eigenlijk vergeten te vermelden. Gek genoeg is deze wat minder helder, zoals je kunt zien. Dan schik ik meteen ook de Sprite versie in. Die is volgens mij wel wat helderder. Dat zou door de muntolie kunnen zijn. Tenminste, ik neem aan dat ze daar muntolie voor gebruiken. Oh, daar gaat de camera bijna. Wel een leuk weetje misschien. Toen ik begin, in het begin al mijn test deed.
had ik deze camera al uitgedaan, omdat ik er tegenaan stootte. Maar zoiets moet je dus niet doen. Gewoon doorgaan, gewoon doordraaien. Deze is wel helder, kijk maar. Je ziet Loekie er ook behoorlijk doorheen. En dit is dan de 7-Up versie. Het verschil, dag en nacht bijna. Nou, ik ga het maar 7-Up eerst maar proeven. Dan gaat hij. Proost. Ja, het is toch een hele andere beleving. Ik zou hem erbij kunnen halen of heb ik hem al opgedronken? Ik weet het niet meer. Ik had volgens mij er nog een suikerversie van. Goed, meer zeg ik even niet. De Sprite dan maar. Proost. Oké. Okay. Goh, dat is echt dag en nacht verschil. Nou is het eigenlijk niet zo helemaal eerlijk, deze test, dat weet ik. Maar ik weet niet of Sprite nou een hele suikervrije versie van deze heeft. Misschien is het daarom wel gedumpt, dat tegenwoordig helemaal zonder suiker is. Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet. Daar zou ik even moeten kijken. Niet alleen omdat er suiker in zit, daar hou ik rekening mee, maar ook de hele smaak is gewoon totaal anders. We nemen aan dat dit de originele, de zaak is originele is, mojito, dat smaakt een beetje naar mojito. Ik heb het idee dat deze veel zoeter is. Het enige nadeel, helaas, is dat die rare wegen... vreemde nasmaak er behoorlijk aanwezig is. En dat vind ik echt zonde. Jammer. Misschien er toch iets te veel in gestopt. En ik weet, dat is in feite wel zo. Want ik ben zelf ooit een keer aan het experimenteren geweest. Doe je er nou eenmaal iets te veel in, dan krijg je die nare smaak wat we allemaal eigenlijk niet willen. Nou, Sprite heeft het niet. Dat is eigenlijk omdat ze half suiker gebruiken. Maar de hele smaak is ook anders. Het is veel frisser. Ik zal het nog een keer proeven trouwens. Ja. Ga ik weer terug naar de 7-Up. Ja, die smaakt gewoon zoeter. Ook wel een beetje fris. En het laatste, het belangrijkste waarvoor je het zou kopen, omdat het een zogenaamde nieuwe smaak is, voor mij niet, maar eigenlijk wel in de frisdranken, is de munt. Ook daar zit dag en nacht verschil in. Wil die zeggen dat ze een kunst smaakje gebruikt hebben. Ik denk het haast van wel. Ik kan het even kijken wat Mo, of in ieder geval 7-Up heeft gedaan. Fruitdrank, of frisdrank met citroen, limoen en munt smaak. Met zoetstoffen. Dus eigenlijk munt smaak wil je bijna zeggen van, nou, ik heb het idee dat ze dat hebben nagemaakt. En dat kan heel goed. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer een M&M had. Hoewel, mint is in feite geen duur spulletje. Het groeit gewoon niet wild als je echt goed kijkt. En je kan er ook veel van kweken als je dat wil. Toch wordt het nagemaakt. Gek genoeg. Als je er aanneemt dat dat beide zo is, vind ik de Sprite-versie het meeste op het natuurlijke lijkt. En ik kan het weten, want ik heb er zelf eentje in mijn tuin staan. Als je bijna zou zeggen dat dit een beetje naar de natuurlijke kant uitgaat, en dit bijna oneerbiedig kan zeggen van het lijkt een beetje op 7-Up met een tandpasta smaak.
De muntsmaak is overdreven aanwezig. En ja, daarbij moet ik het in feite doen. Dat is meer is het in feite niet. Deze, moet ik wel zeggen, is een klein bittertje. Maar dat zit in munt ook, in de natuurlijke munt. En dat was het. Dit was Krijt en Jilles. Ik dank u voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag.